Het Korps Politie Suriname heeft het maximum aantal liters brandstof bereikt dat het kan afnemen van brandstofleverancier Roy Boudhou Enterprise. Volgens voorzitter Milando Atompay van de Surinaamse Politiebond krijgt het KPS 1000 liter en het ministerie 150 liter. Politieambtenaren die de dienstvoertuigen moeten tanken doen dat op basis van een nummering. Volgens Atompay verspillen de politieagenten 2 tot 3 uur aan het bijvullen van dienstvoertuigen. Die tijd zou beter besteed kunnen worden aan het bestrijden van de criminaliteit. Met de minister praten gaat sowieso geen oplossing brengen. Want de minister heeft het toch nooit een probleem opgelost. Waarom zou hij die moeten oplossen? In de zin is er een schrijven om naar de president te gaan om aan te geven dat dit niet kan. En dat er een oplossing moet komen. Maar ook de samenleving moet begrijpen dat je geen criminaliteitbestrijding kan doen zonder benzine. Er moet een oplossing komen, zegt de SPB-voorzitter. De regering kan niet bezuinigen op brandstof, vooral niet als de criminaliteit aangepakt moet worden, benadrukt Atompay. Er moet goed beleid worden ontwikkeld om dit vraagstuk duurzaam op te lossen. Door het tekort aan brandstof kunnen bepaalde werkzaamheden mogelijk niet optimaal uitgevoerd worden. Het is geminimaliseerd. Het is al geminimaliseerd. Omdat je een voldoende benzine hebt, je kan niet voldoende surveilleren. Maar 1000 liter geldt voor de politie, voor BDS, voor brandweer, voor de penitentiaire ambtenaren, voor het OM en voor het ministerie. Begrijpt u waarover het gaat? Dat is het. Dus ook aan willen we kunnen de samenleving wordt gedicteerd. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi is er meer uitgegeven dan dat er in kas is. Het staatshoofd geeft verder aan dat de staatskas weer bijgespekt moet worden. Veiligheid blijft een topprioriteit voor het staatshoofd dat alles zal doen om dit probleem op te lossen. Maar het mag niet zo zijn dat die bezuiniging zo hard is naar bepaalde sectoren. Zoals veiligheid, gezondheid, dat je mag bezuinigen. Je moet bezuinigen, maar je moet bezuinigen zodanig dat het aan net draait morgen. Dus we gaan even met de minister van Financiën kijken hoe er meer ruimte kan ontstaan dat men kan tanken. Maar natuurlijk moeten we ook voorkomen dat men niet gaat tanken om busbruik te maken. Het gaat om tanken dat de voertuigen gebruikt moeten worden voor de veiligheid van de burger, dienstverlenen van de burger. En omdat je misbruik gebruikt een voertuig die trassen is aan de van Oudo.